Lang geleden. Er is me eigenlijk iets opgevallen. Ik ben zo wat dingen in de gaten blijven houden. Een tijdje gestopt met vloggen. Ik had eigenlijk voor mezelf uitgevogeld om een maand lang mezelf te forceren iedere dag iets te filmen en dat online te zetten. En dat is eigenlijk redelijk goed gelukt, maar dan ben ik gestopt omdat eigenlijk... Ja, het was eigenlijk niet interessant. Maar ik ben eigenlijk tot nog iets verder gaan kijken naar wat mensen gaan volgen. En eigenlijk komt het erop neer en het was interessant om te zien dat ze net na ik mijn laatste vlogs van die maand had afgerond, dat ze andere, toch wel iets bekendere mensen in Twitter-sfeer ze probeerden met vloggen starten. Bijvoorbeeld een Christophe, niet zij. Een Kenny Vermeulen, een Stijn Steyaert, Hannes Koudenies die nog altijd top bezig is. Volharding, chapeau. Maar eigenlijk is het heel straf om te zien van ja gasten, dat is toch niet zo gemakkelijk hè. En we zijn waarschijnlijk ook al iets te oud. En wat ik eigenlijk zie is dat de jongere generatie, en dat spreekt het tussen... Eigenlijk al redelijk vroeg, vanaf 6, 7, 8 tot ergens 16, 17, 18. Dat een heel goede doelgroep is op YouTube. En dat heeft vlot veel views gehad, maar die steken er ook massa's tijd in om zo'n videootje. Vermoedelijk is dat ook wel het genre. Ik denk dat ik ben niet zeker, maar wat dat wel opvalt is dat de meeste van hen gewoon één kanaal kiezen en daar echt vol bak voor gaan. En dat ze zo wat andere dingen on the side doen. Een Snapchat, daar zijn ze sowieso mee in contact gekomen. Die gebruiken ook een pak minder dan WhatsApp dan ons generatie. Dus die gebruiken eigenlijk voornamelijk iets meer Snapchat dan een WhatsApp. Ze gebruiken het allemaal, hè, maar voornamelijk Snapchat. En een heel interessante ook is dat Musical.ly zit zo in dezelfde categorie. En dat valt op. Musical.ly is zelfs nog iets jonger. Maar echt vanaf 12, 13, 14 gaat het echt wel richting YouTube. Dus eigenlijk gaat het niet om de leeftijd, maar het gaat echt om een klein kloofje tussen die generaties. Misschien moet het zelfs geen generatie noemen, maar... Net dat kloofje tussen die leeftijden maakt echt al een heel groot verschil in wie dat platform meer gebruikt en meer video's online zet. En vooral, dat is zot hoeveel werk en effort dat er in die video's gestoken wordt. Misschien zijn wij gewoon te dom, maar wat er heel hard opvalt, is dat de following opbouwen. We zijn eigenlijk een generatie die nog altijd, ik spreek nu vooral voor mezelf en mensen van mijn leeftijd rond de 30. We hebben zo alle platformen zien opkomen en van alles beginnen proeven en overal moeten zijn. Waarbij dat je nu eigenlijk net het omgekeerde ziet, dat je veel mensen ziet investeren in één of twee kanalen en daarbij blijven, maar vol een bak benutten. En daar het maximum uithalen. Dat is eigenlijk wel een heel interessante strategie. Waar ik eigenlijk zelf ben geneigd die meer te volgen dan een andere. Omdat je maar zoveel tijd hebt om iets te doen. En bijvoorbeeld voor het platenlabel merk ik op dat zelfs Facebook is interessant. Maar heel moeilijk. En dat Instagram... heel goed werkt. Niet per se aan de voorkant van Instagram, maar vooral aan de achterkant van Instagram. Hoe gemakkelijk. Instagram is precies nu zoals Facebook 5, 6, 7 jaar geleden was. Stuur gewoon een DM en dat is zot hoe gemakkelijk dat mensen replyen. Dat is precies 5, 6 jaar, 7 jaar geleden. Toen, nee, het is al langer, 9 jaar geleden. Dus toen dat je alle grote bekende mensen in bijvoorbeeld, ik spreek voor mezelf in de muziekbusiness, hoe gemakkelijk dat je die eigenlijk gewoon kon mailen en vragen, hey, je had een goesting om een remix te doen, oké.
zo na het MySpace-tijdperk. Het was echt wel interessant. En dat zie je nu heel hard opkomen in Instagram. Niet echt opkomen, dat is gewoon... Ja, het platform is er gewoon. En het lijkt me veel interessanter om te investeren in één of twee platformen dat volledig goed te doen dan meerdere platformen. Waarbij ik nog altijd heel hard aan twijfelen ben. Ik heb ook mijn persoonlijke blog eigenlijk on hold gezet. Ik ging die volledig vernieuwen, ben er eigenlijk ook van afgestapt. De waarde van een website. Misschien ben ik nu te zwart-wit aan het denken. En ik ben nogal radicaal in zo'n dingen. Ik zie eigenlijk niet veel nut meer in van een website. Tenzij dat die iets aanvoelt in plaats van dat die de hub wordt. Maar dat is ook een persoonlijke mening. Maar het is een heel interessant gegeven. En ik ben er aan het uitvogelen voor... mezelf, mijn eigen blog, voor het platenlabel. Ah, ik weet niet, ik denk niet dat de website de hub meer is, maar dat is een persoonlijke mening. Ik zie andere dingen, dus ik zie ook andere dingen beter werken eigenlijk. Maar er zijn zoveel levels, zoveel factoren waarbij dat je rekening moet houden. Datacaptatie is nog altijd een van de gemakkelijkste dingen op je eigen website te doen, omdat je nog altijd zelf dingen onder controle hebt. Maar ik ben er eigenlijk ook wel van af aan het stappen eigenlijk. Omdat je eerst al die trafiek moet daar krijgen, alleen al, en dat wordt moeilijker en moeilijker. En ook tijd dat je erin steekt om verschillende... Het is vooral de combinatie van verschillende kanalen en al die trafiek dat je per se wilt naar die website pushen. Dat eigenlijk volledig, alleen naar mijn mening, passé is. Dat je beter je energie in één of twee kanalen steekt. En dat je goed uitmaakt van welke trafiek moet naar mijn website. En wat kan ik binnen dat platform doen. En dat de combinatie van die twee dingen... Maar ook niet te veel kanalen eigenlijk... Dat multichannel gedoe is ook wat gaan liggen en zo. Dus het is zeer moeilijk. Digitaal is vrij nerveus. Er gebeurt zoveel, er is zoveel aan het veranderen. Niemand kan volgen, dat is echt zot. Een website, ik heb er toch wel mijn twijfels over de laatste tijd. Maar zwart, dat is een persoonlijke mening. Dus... Voilà, nog een video. Hoppakee.